En daar staan we aan de start van stage 9, Richard. 9. Nou ja, super blij. Gisteren een goede dag. 9 of de rol, van plek 18 naar 9 toe, was goed. Big smile voor dat. Iets minder big smile is dat het differentieel voor is stuk. We hebben dat nog niet kunnen repareren vannacht. We kwamen daar heel laat achter. Dus alternatief is dat we alles in de voorspeer moeten rijden. En dan wil hij meer rechtdoor dan de hoek op. Dus we gaan gewoon kijken hoe we vandaag netjes uit kunnen rijden. En het doel heel kunnen houden, zodat we dat vanavond kijken of we het kunnen repareren. Dus het begint zich allemaal wel een beetje dus tol te eisen, het materiaal. Maar dat is ook niet raar als je kijkt wat het allemaal te lijden heeft. Het is gigantisch hoe harder gereden wordt. En momenteel is meer de vraag van ja, degene die het meeste materiaal heeft of de meeste reserveonderdelen, die gaat eigenlijk het verste naar voren toe. Dat zie je bij Kamars, die hebben dat gewoon 100% voor elkaar, alles nieuw elke keer. Kunnen gewoon gas blijven geven en andere auto's, dus ook bij Riwad, bij Marcek en dat soort dingen komen de problemen toch voor. Maar goed, dat is Dakar. Dus we gaan ons best doen en hopen je morgen weer te spreken. In ieder geval wel een mooie uitgangspositie aan deze special. Die kan niemand ons afnemen. Het begin is goed, kijken of we hem ook goed kunnen eindigen. Hey, succes mannen. Goedemorgen. Hoi. Hoi hoi. Aan de start nu van stage 9. En ik mag wel zeggen, ja, eigenlijk in de koningsgroep van de trucks. De eerste 10. Wel met een bitter randje natuurlijk, maar daar gaan we. Stage 9.